Eifel. Ik ben al een aardig tijdje weer onderweg. En ik zit nu even in een klassiek stukje Stouw in Duitsland. Even een koffietje erbij. En echt rap gaat het helaas nog niet hier ook. Nou, we zouden dus om 10 uur vertrekken. Het is nu al kwart na 10. En Patrick is nog niet klaar. We gaan nu even een avondwandeling maken. Na vandaag een lange training in de IJssel. En nu gewoon even hier een stukje lopen, een beetje rondkijken. En dan morgen nog even een lange dag. En dan ga ik alweer naar huis. En dan is het zondag voor mij alweer een mountainbikewedstrijd. De eerste van het jaar. Nou, inmiddels is het alweer tijd om een mega grote hotelkamer te verlaten. Voor de laatste training hier van de mini stage van 2 dagen in de Eifel. Dan morgen even rustig aan, want zondag rijd ik nog een mountainbike wedstrijd. En het is in ieder geval mooi weer. Spullen inpakken en vertrekken. En wel gaan die bijkomen. Goed wel, bro. Patrick, wat doe je? Ik ben even de binnenband vanmiddag doen en dat gebruik ik als spelplek. Patrick gaat best wel goed met zijn binnenband. Hij moet nog een, denk nog 90% van de binnenband door midden trekken. En dan gaan we die in de velg leggen. Huh? Gaat Patrick die in de velg leggen? Jij doet helemaal niks. Ik bedenk hier de ideeën. Persoonlijk was ik zelf voor de stuurlint gegaan. Stuurlint gaan van het stuur af en die in de velg leggen. Had ik 6 uur zonder stuurlint moeten fietsen? Had ik 6 uur zonder stuurlint moeten fietsen? Maar ja, je fietst natuurlijk makkelijker zonder stuurlint naar een fietsenwinkel dan. Of een lekker band naar een fietsenwinkel. Nog een beetje een hoop. I'ma be rocking like this. What? Y'all know and talk off. What? Why don't you put it on the blog? What? Rocking like this in my job. What? We can't help that we. We moeten nu dus eerst binnenkort zien of we een bouwmarkt kunnen vinden, of een supermarkt, of weet ik veel. Of fietsenwinkel. Of een fietsenwinkel om tape, om die velg te repareren. Velg is niet kapot. Nee, dat velg niet. Want er staat dus één laagje isolatietape in ons velglint. 2. En dan zet je een band achtbaar en dan prikt hij door de velg uit. Inmiddels zijn we aanbeland bij de fietsenzaak in Adenau, waar het wiel is gerepareerd met een stukje tape, met Patrick. En we kunnen ook nieuwe bandjes halen en als we klaarmaken om verder te rijden vandaag. We gaan nu dus live in de Aar, even met de benen omhoog. We gaan straks nog eten bij de opa en oma van Patrick. En dan gaan we straks, ga ik in ieder geval die kant weer op. Om zondag nog te rijden in Heeswijk Dinter. Dat is weg. Kill a door here, Pharrell. Pharrell Williams. Pharrell. Nou, inmiddels rijden we terug van het prijsgeld ophalen naar de wedstrijd. Ik was vierde en Patrick was vijfde. Inmiddels zit ik weer in de auto naar huis van de mountainbike wedstrijd in Heeswijk Dinter. Ik heb niet zo heel veel gefilmd rond de wedstrijd, maar eigenlijk de samenvatting kan kort zijn. Ja, fysiek was ik misschien wel een van de betere renners in koers.
Alleen ja, als je niet kunt sturen, dan is het best wel lastig om te winnen. Ja, het was wel zonde dat ik vervolgens ja, gewoon onderuit ga in de bochtie. En ja, toch een beetje mijn schouder ook wel beseer. Net als mijn benen. En natuurlijk moet je na de wedstrijd ook weer best goed eten. Ik heb eigenlijk super veel zin in friet. Toch gekozen om geen friet te eten vanavond. En zo kijken wat we hebben. Ja, ik ga een beetje nog moeten kijken in de koelkast wat ik nog had. Uiteindelijk heb ik een mix gemaakt van runderreepjes met 1 rode paprika, 1 grote ui, sperzieboontjes en best wel veel linzen. En de linzen zijn gezond en dat allemaal eet ik met rijst. Want rijst is goed. En misschien later deze week nog een keer friet eten.